En een traumahelikopter is erin gezet en echt donderdichtmiddag na een bedrijfsongeval. Rond 2:30 smiddags kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse bij deze bedrijfshal aan de Rijksweg Zuid in Eg. In de hal, die gehuurd werd door een feestverhuurbedrijf, was een persoon naar onder gevallen. Het zou niet gewoon om een medewerker van het bedrijf, maar immers hij onder had aan de hal was aan het verrichten. Het slachtoffer was in eerste instantie niet aanspreekbaar en daarom werd er ook een traumahelikopter ingezet. Uiteindelijk is de gewonde persoon met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Een traumaarts is metgereden met de ambulance. Later die middag is de traumahelikopter opnieuw ingezet, dit keer voor een inzet aan de Bergerweg in Heur.